Het lijkt erop dat zelfs de doorgewinterde talkshowliefhebber, in dit geval de gerenommeerde advocaat Peter Plasman, een beetje uitgekeken raakt op de voorspelbaarheid van Johan Derksens meningen in diverse programma's. Het is bijna alsof je een script kunt schrijven voordat hij zijn mond opent. En hoewel voorspelbaarheid soms charmant kan zijn, begint het voor sommigen een struikelblok te worden. Plasman, een fervent voorstander van het vrije woord, Erkent dat Dirksen's herhalingen een zekere geloofwaardigheidstekort in zijn politieke standpunten kunnen blootleggen, vooral gezien zijn frequente politieke verschuivingen van VVD naar FVD, naar BBB, naar NSC. De vervanging van Dirksen door Euskan Akjool. Waarbij Akjool moeiteloos Dirksen's stoppaardjes bereidt, onderstreept deze voorspelbaarheid op een ironische wijze. Het lijkt alsof de show zonder enig verschil doorgaat, alsof Dirksen nooit weg was. Voor Plasman lijkt dit een keerpunt te zijn geweest. Hij heeft niet alleen afstand genomen van Derksens meningen, maar ook van andere talkshows in het algemeen. Voor hem is het gekwebbel zonder diepgang geworden, waar onderwerpen slechts oppervlakkig worden behandeld voordat de volgende gast alweer aan bod komt. Echter, er is één uitzondering die Plasman noemt, namelijk het programma Kopen zonder Kijken, met Bob Sickers als een opvallende figuur. Sickers voorspelbare enthousiasme. Zelfs in de meest onopvallende situaties. Lijkt een zekere charme te hebben. Zijn oprechte blijdschap, hoe voorspelbaar ook, wordt door plasman gewaardeerd vanwege de ironische ondertoon die het programma lijkt te omhullen. Het lijkt bijna alsof Sikkers voorspelbaarheid een meta commentaar is op de voorspelbaarheid van andere programma's, waardoor het juist een verfrissende en amusante ervaring wordt.